Ja. Wat heeft de uitkomst van vanavond voor gevolgen voor de politieke verhoudingen in Haaksbergen? Ik denk niet dat het direct effect heeft op de politieke verhoudingen, denk ik. Ik denk dat het een... toch ook wel weer een keerpunt is, maar dat je ook gehoord hebt dat er ook wel een verbondenheid gaat plaatsvinden tussen wat de huidige oppositie en coalitie betekent. Ja. En wat gaan de inwoners van Haaksbergen hier van merken? Wat ik hoop dat inburgers er gaan van merken is dat er toch vanuit die verbondenheid dat we goede dingen weer voor Haaksbergen kunnen doen. Dat we onze aandacht kunnen richten op de dingen die nodig zijn voor mensen in Haaksbergen. En dat zeg maar iets minder loskomen van het politieke gedoe. En wat vindt u persoonlijk van deze uitkomst van vanavond? Dit is geen leuke persoonlijke uitkomst. Daar ben ik heel duidelijk over. Dit wens je niemand toe. Er is een proces ingegaan en ik ben daar zelf onderdeel van geweest. En ik wens de heer Van Vlaanderen gewoon heel veel succes. Want we hebben met elkaar als college ook heel veel goede dingen wel bereikt. Als u daar maar aan vasthoudt. Ja, dat gaan we zeker doen. Okay. Dank u wel. Dank u wel.